We staan hier in Dauphine met het ondernemersdebat van BNR. Bij ons de woordvoerders van GroenLinks PvdA, dat is Ton van der Lee. Naast hem staat Elko Heijnen van de VVD. Daarnaast Laurens Dassen van Volt, Mona Keijzer van BBB aangeschoven en Eddy van Heijm van NSC. Welkom, fijn dat jullie er zijn. We hadden het al eventjes kort over arbeidsmarkt, fiscaal klimaat. We hebben nu in het komende half uur nog twee kleine programmapuntjes. Regeldruk en duurzaamheid. Succes. Het wordt volgens het systeem. We gaan jullie even op elkaar loslaten. Het begin van ieder blok stelt een Nederlandse CEO een scherpe vraag. Twee deelnemers hebben we aangewezen. Die krijgen een minuut om daarop te reageren. Daarna mogen ze met elkaar in debat. En daarna gaan we met de rest van het panel ook nog praten over dat onderwerp. En dat allemaal in het korte half uurtje. Iwan, aan jou, de regeldruk. Regeldruk, ja, want regels, rapportageverplichtingen, meldplichten, allerlei andere verplichtingen zorgen bij ondernemers voor honderden miljoenen aan extra uitgaven. Veel verloren tijd en vooral heel veel frustratie. En daarnaast zien werkgeversorganisaties dat veel regels niet effectief zijn. Dat investeringen in de kiem worden gesmoord. Ja, is ons vestigingsklimaat eigenlijk nog wel zo aantrekkelijk? Dankzij al die regels die er maar bij komen en erbij komen. En wanneer gaan we daar nou echt een keer in snoeien? We ontvingen een vraag van de bouwreus Volker Wessels. 130 ondernemingen, 17.000 medewerkers, actief in 4 landen. We luisteren naar de CEO Alfred Vos. Regeldruk neemt buitensporige proporties aan en is vooral de laatste 10 jaar in intensiteit enorm toegenomen. Dit heeft tot gevolg dat doorlooptijden met betrekking tot woningbouwprojecten zijn toegenomen van 3 tot 7 jaar in 2011 naar 7 tot 12 jaar in 2023. Deze verdubbeling in tijd, vergaderingen en een overheid die na corona bijna niet fysiek te bereiken is, heeft een kostprijsstijging veroorzaakt wat inmiddels procentueel groter is dan de stijging van grondstoffen en de kosten van kapitaal, dus rente. Deze toegenomen regeldruk geeft inmiddels ook bestaansrecht aan een sterk toegenomen nationale en regionale overheidsorganisatie. Met in het kielzorg hiervan een grote, externe, flexibele schil. Mijn vraag aan u is, hoe gaat u draagvlak creëren binnen uw overheidsorganisaties om uw plannen tot verlaging van regeldruk tot stand te brengen? En hoe gaat u dat concreet binnen de komende regeerperiode tot stand brengen? Concreet dus. Dat gaan we vragen aan Mona Keijzer van BBB en Eddy van Heijem van NSC. Mevrouw Keijzer, u hebt een minuut. Ja, dank u wel. De hoeveelheid regels, het is duidelijk gezegd, is een drama. Als je bijvoorbeeld denkt aan de verplichting om weer een vertrouwenspersoon aan te trekken. De verplichting om alle kilometers van je personeel bij te houden. Het moet echt anders, het moet stoppen. Ik ben verantwoordelijk geweest als staatssecretaris tot 2021 voor het verminderen van regeldruk. Zonder bevoegdheid heb je daar weinig in de melk te brokkelen, want vanuit alle ministeries gaat het gewoon door. Dus wat de BBB wil, is dat de toekomstige minister van Economische Zaken een veto heeft voor ellende vanuit andere ministeries, want anders stopt dit niet. Dat is duidelijk. En binnen ongeveer een halve minuut, meneer Van Heijem. Ja, ik denk, laat ik meteen reageren op het voorstel van mevrouw Keijzer, dat het op zich een goed voorstel is om een ministerie meer doorzettingsmacht te geven in het verminderen van regeldruk en ook wetgeving, nieuwe wetgeving te toetsen op hun effecten op het MKB en op regelgeving, op administratieve lasten. Maar ik denk dat er wel een heel belangrijk ding bij komt. En dat is dat heel veel van die regels ook rechtstreeks het gevolg zijn van ingrepen door de Kamer zelf. Wij zullen als Kamerleden ook echt zelf veel alerter moeten zijn op wat de consequenties zijn van de moties en de amendementen die we zelf indienen. Kijk maar even naar de regeling werkgebonden mobiliteit. Er wordt heel veel over geklaagd bij ondernemers, maar dat is een resultaat van een Kamermotie. En dat geldt ook voor initiatiefwetten die iedere keer weer koppen op Europese regels zetten. Dus ja, meer doorzettingsmacht bij een minister en bij de ambtelijke organisatie, maar ook letten op wat je als Kamer zelf veroorzaakt. En dus meer bedrijven vertrouwen ook. En dus ook meer bedrijven vertrouwen. En wat deze ondernemer overigens aangeeft, is nog niet eens alleen ook het gevolg van meer regeltjes en administratieve lasten, maar soms ook te weinig capaciteit bij de overheid zelf om dingen ordentelijk en snel af te wikkelen. We hebben steeds meer geoutsourced als het gaat over die woningbouw, maar dat is eigenlijk bijna een ander vraagstuk. Zie je dat gemeenten en provincies gewoon niet de ambtelijke capaciteit hebben om processen snel en volgens de regels te doorlopen. Ja, en dat veroorzaakt dan de ergernis bij de ondernemer. Ja. Mevrouw Keijzer, ik geloof dat VNO-NCW zegt we zouden makkelijk met 25% minder regels kunnen. De Europese Commissie heeft ook zo'n cijfer genoemd. Zeker. Ja. Als je kijkt naar wat er... Kijk, dit gaat vooral over bedrijven. Terwijl als je naar de zorg kijkt, wat trouwens ook heel veel bedrijfsleven is, een gemiddelde verpleegkundige besteedt 40% van de tijd aan het invullen van papieren. Waardoor ze trouwens gillend de sector uitrennen binnen 2 jaar. Dus dat is ook zo'n voorbeeld wat anders moet. Mm-hmm. Nog even richting Eddy van Heijm. Niet nadat hij in de Kamer zat toen dat wetsvoorstel vertrouwenspersoon werd doorgevoerd. Maar wat je vaak in de politiek ziet, dan ontstaat zo'n frame van het is drama in het bedrijf. Nou, dat is niet zo. Mm-hmm.
meestal gaat het goed. Maar dat frame, dat als je dan vervolgens daartegen ingaat en zegt, ik wil die vertrouwenspersoon niet. Oh, dus u bent tegen onveilige werksituaties. Dit is trouwens bijna niet te regelen vanuit de regering, want dit komt er echt op aan dat de Kamer zelf stopt met op zo'n manier naar de wereld te kijken. Maar dat is wel nodig, dat de waardering en het koesteren van het bedrijfsleven veel meer gewoonte wordt in de Tweede Kamer. Ja, en dat leidt bijna tot een stemoproep, stem BBB. Nou, en misschien dan een beetje de VVD vooruit. Ja. Want dat zijn toch wel de partijen die een warm hart hebben voor dat bedrijfsleven. Okay. Nee, Heine, vergeet er wel dat, eentje, okay, Mona. En NSC. Hoe bestaat het dan dat al die wettenconstanten... want volgens mij, jullie vast wel voor dat wetsvoorstel vertrouwenspersoon gestemd. Ja, maar even, dus dat was, je dus echt zorgt dat dat veel meer in de genen komt van de politiek. Meneer Heijn, ik las in uw verkiezingsprogramma dat u met een meetbaar doel komt om regelgeving te verminderen, de VVD. Wat wordt dat doel? Pardon, ik dacht dat u die vraag aan mijn buurman stelde. Een meetbaar doel komt u mee om regelgeving te verminderen? Wat wordt dat doel? Nou, laat ik even één stap terug doen. Waar die regeldruk vandaan komt. Je ziet het toenemen. En wat ik ook zie toenemen is het enorme wantrouwen richting ondernemers. En dat leidt ertoe dat vanuit, en daar ben ik het weer met Eddie eens, vanuit de politiek de behoefte dan bestaat om te controleren en alles in wet en regelgeving vast te leggen. En ik denk dat de eerste stap is, laten we elkaar weer vertrouwen. En als ik dan één voorbeeld mag geven, is de anti-witwasregels in de financiële sector. Bij banken bijvoorbeeld is 1/3 van het personeel gewoon bezig met die wet en regelgeving. Hele leger. En zegt de sector zelf, laat ons samenwerken en die regeldruk verminderen. En dat geeft eigenlijk de politiek niet thuis, die daar vrij wantrouwend naar kijkt. Ja. En ik denk dat als je vanuit meer vertrouwen samenwerkt, dat die regeldruk... En dat meetbare doel, wat wordt dat, dat getal? Ik denk dat je daar geen nu zo'n getal op kan zetten. Want dan ga je beloftes doen. Maar wacht even, we hebben via kabinet Rutte altijd gehoord, regeldruk gaat naar beneden, regeldruk gaat naar beneden. Ja. En er is niks gebeurd. We hebben nu een ondernemer die zegt, de kosten van regeldruk, die zijn equivalent aan de kosten die ik moet betalen voor grondstoffen. Dan zijn we toch na 14 jaar niet verder gekomen. Hoe ga je dat nou wel doen, meneer Heijnen? Dit is een dubbele strijd. Je moet A voorkomen dat er niks bij komt. En dat is echt een continue strijd die je in de Kamer ziet. En Eddie verwees er al naar. We dienen per jaar 5000 moties in met allemaal wet en regelgeving. Ja. Daar moet je al minderen. Maar specifiek om die woningbouw, ja, ik schrik daar wel van wat ik hier hoor. Mm-hmm. Daar kan je gewoon concreet ingrijpen. Dat zit bijvoorbeeld in die ladder van duurzame verstedelijking. Ja. Het zit in het niet eindeloos kunnen procederen. Het is een uniforme bouwregel. Er is een oplossing. Capaciteit. En daar kan je het gewoon direct bij oplossen. Keizer zegt, moet de minister komen van Economie zaken met een vetorecht. Ik zie Tom van der Leen nee schudden. Dat moet je echt niet doen. Want daar waar economische zaken doorzettingsmacht heeft gehad, was bij de gaswinning in Groningen. En kijk wat er is gebeurd. Het gaat erom in dit land dat macht en tegenmacht op een eerlijke manier is verdeeld. En wat we doen, is in dit complexe land, wat weinig ruimte heeft, wat over planetaire grenzen gaat, in detailregeltjes iets proberen te regelen, wat we op een hoger niveau beter moeten verankeren. Macht en tegenmacht. Dan kunnen we van heel veel van die detailregels af. Dan moet je een paar strenge normen stellen, maar ook echt doorpakken op het moment dat die normen worden overtreden. En dat doen wij niet in Nederland. En daardoor maken we het complex, ongelooflijk ingewikkeld. En die regeldruk komt echt door Mona Keijzer en de heer Heijnen zelf, die in deze kabinet al die regels hebben geïntroduceerd. Wacht even, nu grijp ik in. Het gaat over het vertrouwen. En dat vertrouwen, dat is er de afgelopen jaren gewoon niet geweest. Elke belastingcent die wordt uitgegeven, moet verantwoord worden. Dus op het moment dat je een kleine ondernemer bent of een start-up en je wil een subsidie aanvragen, dan ben je meer geld kwijt met het aanvragen van de subsidie dan met de subsidie zelf. En dat is een systeem wat inderdaad ook onder leiding van de VVD op die manier is opgetuigd. Dat is de regeldruk. En één punt wat ik ook nooit hoor is, we hebben heel veel ondernemers aan de grensregio. Die hebben eigenlijk maar een afzetmarkt van 180 graden. Omdat alle regeltjes aan de andere kant van de grens weer heel anders zijn. Dus dat betekent dat het economisch potentieel en het ontwikkelingspotentieel van ondernemers aan de grens vele malen groter zou zijn als we die regels met elkaar over grenzen heen afstemmen. Ja. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.